Monsterboten. Monsterboten. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdagochtend. Wat is er? Ik had me helemaal ingezet om naar binnen te gillen. Op je vrijdag te doen. Ja, maar ik vind vrijdag de leukste dag van de week. Nou, ben wel moe. We hebben gisteren weinig gedronken. Ik doe dat nooit, Sander. Ook eigenlijk niet zoveel als gisteren. En we zijn in Antwerpen. En ik kan niet goed navigeren, dus mijn telefoon wordt afgekomen. Nee, het is echt ongelooflijk. Ja, we zijn dus in Antwerpen. We gaan naar de Jane. Dus ik zal het eten zo filmen met de Klibanski Kliek. Hoe is dat? Nice. Jozef Klibanski is een kunstenaar. Maakt toch super vette dingen. Mocht je het willen weten, zoek het even op. He's also a rockstar. He's also a rockstar. Artist rockstar. Artist slash rockstar. Nee, super leuk. Yes. En zijn broer en zijn vrouw. Dus gezellig. Je bent vandaag gewoon met meer mannen. Want amazing. Wij zijn met twee vrouwen. Never happens. True. Ja. En ik heb mijn haar natuurlijk afgeknipt. Zoals jullie weten. Ik ben er wel blij mee. Lekker overzichtelijk. Kan zitten. Sander vindt het ook mooi. Ja, want ik vind dit, ik vond dat lange. Een beetje ordie, hè? Een beetje. Nee, maar het was ook een beetje ouderwets of zo. Ouderwets. Gewoon niet fris. Niet cool. Het is gewoon, it's a new day. It's a new dawn. And I'm feeling good. Precies. Alright, well, let's check the city out. Wij zijn aangekomen in de Jane. We zitten in de auto, brug van de Jane. Ik heb volgens mij wel wat gerechtjes gefilmd, het was echt fab. Wil je een frietje? Nee, kapsalon. nee, we gaan naar huis. Ik heb net echt heel veel brood gegeten. We zijn heel veel langs mijn vader gereden. En nu gaan we naar huis. Bibi en Olly. Bibi en Olly. Maar Olly slaapt al. Bibi zit op ons te wachten. Deze week vind ik echt oprecht dat wij gewoon, nou, ik durf bijna niet te zeggen, te veel met onszelf, te weinig met de kinderen. Ja, live. Ja, is ook zo. Maar dit is weer een nieuwe vlog, dus in deze vlog is het it's not like the theme. Because this weekend, morgen en overmorgen, zijn wij thuis. In het Hollandse. In Nederland. Ja. Met Olivia. En let's be honest, it's been a while. En Monica heeft Mees vanmorgen. Gezellig. Dus misschien dat ik met Mees en Olly op dubbel date ga. Dat is goed. Dan ga ik met Bibi. Bibi gaat morgen naar haar moeder. Ja. She's gonna leave you. Nou, dat breng ik naar je. Ja, was amazing. Was een leuke dag. I liked it. American Idol kijken. En ik ga de vlog afsluiten. Nou, niet afsluiten, de vlog is net begonnen. Maar ik ga dit beëindigen. We zijn bijna thuis. En ik zie jullie morgenochtend bij het ontbijt. Hey guys, good morning. Tenminste, absoluut niet good morning. Ik heb een heel lang middagdutje met Olly gedaan. En ik ben nu in Artus. Ik ben nu in Artus met Mo, Mason en Olly. Dus dat is heel gezellig. Olly, wat zie je allemaal? Die is wel echt heel klein, hè? Of niet? Loopt het daar allemaal door? Die is toch echt zo klein? Ja, maar kijk, dat plastic flesje wat ik heb. Wil je niet naar de zeehonden kijken, Mees? Ik wil ook vlinder kijken. Vlinder? Ja, dat is leuk. Vlinders zijn leuk. Dat is hier wel vlakbij, toch? Ja, dat is hier. Wij lopen weer naar huis. Ik zie er echt uit dat ik uit de dood ben opgestaan. Het is koud. We waren dus in Artus met Mo en Mason en Sander en Lars waren net gekomen. Toen zijn we even gaan eten. En dat was heel gezellig, hè? Ja, super gezellig. Ik ben zo blij dat die zaak er is. Het is echt heerlijk. Lekker dichtbij. Ja, lekker. En Olly zit lekker in de car. We gaan nu naar huis lopen. Gaat Olly denk naar bed. Olly bed? Ja. En ik heb vanmiddag bijna 4 uur een middagdutje gedaan. Heb ik dat al verteld? Dus ik weet niet of ik vanavond ga slapen. Ik ben echt dood op. En Sander is echt kapot.
Maar goed, we'll see. Goedemorgen, Olivia. Good morning. Ik ben er rond 4 uur geslapen. Ik weet echt niet wat er mis met mij is de laatste tijd. Maar ik slaap echt 4 uur per dag. En niet dat iemand mij wakker maakt of zo. Het is gewoon echt. Het komt van binnen en uit, die 4 uur slaap. Ik lig echt elke nacht tot 2, 3 uur wakker. En dan word ik om 7 uur uiterlijk weer wakker. En tussendoor ook. Maar goed, ik voel me niet moe, dus I don't know. Ik weet het niet. Ik weet niet wat er met mij aan de hand is. Ik ben nu ontbijt aan het klaarzetten. Kay en Diego komen ontbijten. Echt, elke keer als Kay niet antwoordt op de app 's ochtends, denk ik, oh my god, ze is aan het bevallen. Kay is altijd ook super vroeg wakker. Dus ik had haar geappt vanochtend en dan reageert ze niet. En dan denk ik heel de ochtend weer, oh, waar is ze? Zou ze aan het bevallen zijn? Maar op zich heeft ze nog 3 weken officieel te gaan. Dus het kan ook dat het 4 weken duurt, dat het 1 week te laat is. Dus ik gooi even het ontbijt op tafel en dan gaan we eten. Kay en Diego zijn er gezellig. Kay is een pannenkoek aan het eten. Ja, maar ja. De baby heeft honger. Precies. Kay en Diego zijn naar huis. En ik wilde nog even laten zien dat ik deze vintage riem gekocht heb. Ik denk dat ik die mee ga nemen naar Coachella in LA. Wel echt vet. Hij is wel klein, maar. Dus het is wel een taaie riem. Maar ik vind hem wel very nice. En deze, echt huge. Je ziet niet eens hoe huge die is. Hij is echt reusachtig. Burberry tas. Je kan hem 2 kanten dragen. Ook zo, deze kant. Voor, nou ja, ik heb die eigenlijk gekocht voor reizen, weekend, trips. Er kan echt zoveel in. Met vliegen of zo. Met Olly, ik vlieg natuurlijk best vaak met Olly. Is het wel chill dat ik ook al haar speelgoed en al haar dingen erin kan doen. Dus dat is chill. En surprise, surprise. This is the situation right here. Dus laten we gaan opruimen. En mijn kat is weer opgeruimd. Olivia, ga je donker maken? Gaan we naar de monsters? Monster. Waar zijn de monsters? Volgens mij is het monster daar. Ja. Volgens mij is het monster daar. Met je leuke broekje aan. Uit. 1, 2. Oh my god. Oh my god. Kusje. Donker. Monster. Monster buiten. Monster buiten. Oh. Ben je de vlog aan het overnemen? Ja. Goed zo, je moet hem zo vasthouden. Kijk zo. Oké, good morning guys. Ja, maar ja, ik zou jou horen dan. Oh ja, en mensen waren aan het zeuren dat ik smakte blijkbaar in de camera. Want we gingen Mac eten, dus ik zou even wachten met een stukje brood eten. Maar ik vind dat je Mac ook moet smakken. Ja, Mac moet je ook smakken. I agree. Mac is totally smakkable. We zitten in de auto. We zijn naar Parijs aan het rijden. Daar gaan we even heen. Voor een kleine campagne die we moeten doen. Omdat we gek zijn. Ja, omdat we gek zijn. En we gaan lekker dezelfde dag terug. Ja, omdat we gek zijn. Omdat we gek zijn. We hebben geen zin om te blijven slapen. Ja, maar we gaan wel zwaar maar eten in Antwerpen. En een campagne doen. Ja, daarvoor gaan we. Ja. Dus. Maar je mag nog niet zeggen. Nee, je mag nog niet zeggen daarvoor. Nee. Maar het is zo kicken. Ja. I wanna scream it. Wij zijn in Parijs aangekomen en ik heb een oude doek van Louis Vuitton in mijn haar geknoopt en we gaan foto's maken. Misschien staan die al wel op Instagram, misschien niet. En even een koffietje drinken, want we zijn allebei een beetje gaar. Hey guys, hier is de Team No Sleep. Team No Sleep. Team No Sleep. Oké, okay, we zijn vannacht om 4 uur teruggekomen in Amsterdam. Epische ruzies. Epische ruzies, daarom heb ik niet gevlogd de terugweg. Want de terugweg was één grote lange ruzie. Eén grote lange ruzie. In Parijs heb ik ook nauwelijks gevlogd omdat we dus die campagne aan het schieten waren. En, wel ja, super tof geweest. Dat was wel heel leuk, maar goed. We zijn nu in Amsterdam, het is ochtend en we hebben een hele dag met afspraken en we hebben 2 uur geslapen. En we missen Olivia. The end. And this is what I'm wearing today. Deze gele trui, vest, Levi's, nieuwe vintage, jas van Storrs, vintage Dior tas waar ik net avocado overheen gegooid heb en Sanne Kleinberg.
Ik ben na mijn afspraak met Tommy Hilfiger naar de Macstore gegaan. Dan krijg ik een make-up touch-up. Daar word ik toch zo gelukkig van. En ik ga een paar nieuwe kleurtjes uitzoeken, denk ik. En Connie is er. Hi! En we gaan mijn liplook doen. Kijk, je hebt een nieuwe verpakking van Velvet Teddy. Dus die wil ik natuurlijk hebben, because I'm an obsessive Velvet Teddy fan. En ik had gisteren een aantal DM's gekregen over welke lipliner ik erbij doe. Want je kan nu natuurlijk één lipliner gratis krijgen bij aankoop van de lipstick online. Dat zal ik straks even laten zien. Maar de kleuren die ik gebruik voor mijn lippen zijn Spice, Boldly Bare en Soar. Maar Boldly Bare is eigenlijk het beste hierbij. Want ik had gisteren iets anders gestuurd op de DM naar iemand. Maar bij deze Boldly Bare is echt top ook hierbij. Maar dat ga ik jullie laten zien. Thuis en ik ga lekker onder een dekentje zitten. Ik heb de open haard als het goed is. De open haard gaat niet aan, San. Hallo? Oké, ik heb lekker mijn dekentje om en ik ga mijn e-mails wegwerken van de dag. Even kijken. Oh ja, ik ga even nu jullie laten zien hoe je dat gratis lippotlood kan bestellen. Want dat kan tot 31 maart. Morgen 28, nog 3 dagen. Oké. Ik ga denk ik even een nieuwe Diva bestellen. Oké, kijk wat je dus doet. Je gaat naar maccosmetics.nl. Dan voeg je je lipstick toe. Nou ja, net had ik dus Velvet Teddy op voor degene die het wilde weten. En daarbij hoort de lipliner Boldly Bare. Die kan ik echt aanraden, maar die heb ik nu net meegenomen uit de winkel. Dus die heb ik niet nodig. Ik heb Diva erin gedaan, dat is een donkere kleur. En die daarbij hoort is Vino, is ook een donkere. Dus die voeg je gewoon in je mandje toe. Normaal is lipliner dus 17 euro en lipstick 19,50. En dan krijg je dus vanzelf die 17 euro korting. Want je krijgt dus dan gratis die lipliner. Dus ja, dat kan nu. En aangezien deze vlog morgenochtend online komt, ik ben echt zo in de war en ongeorganiseerd, ga ik nu de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet me niet te volgen ook op Instagram. At Queen of Jetlags. En te subscriben somewhere around here. Ik hoop dat jullie deze vlog heel leuk vonden. En ik zie jullie zondag weer.